Goedemorgen allemaal. Hallo, hallo. Welkom op Tilburg University. We zitten vandaag in de aula. Dat is een van de grotere collegezalen van de universiteit. Mijn naam is Demi en ik ben zelf ook student hier. Dus ik zit ook regelmatig waar jullie nu zitten om naar een college te luisteren. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja. Kijk, ik zie al wat groene kaartjes. Hartstikke leuk, dat doen jullie goed. Ja. Jullie zijn hier vandaag allemaal om naar het college, het kindercollege van professor Hein Fleuren te luisteren. En dat gaat over of we honger kunnen verminderen door wiskunde. En om even op te warmen gaan we eerst een klein quizje doen. En daarvoor hebben we de kaartjes nodig die jullie in je hand hebben. Kijk, dat ziet er goed uit. Nou, ik ga eventjes testen of jullie goed snappen hoe het werkt. Dus als ik zeg groen. Heel goed. En rood. Groen. Rood. Rood. Oeh. En groen. Ja, kijk. Volgens mij snappen jullie allemaal hoe het werkt. Dan gaan we nu beginnen met een quizje. De eerste vraag. Hoeveel mensen op de wereld lijden er aan honger? Zijn dat er meer dan 25 keer de bevolking van Nederland of minder? Ja, ik zie eigenlijk alleen maar rode kaartjes. En dat klopt. Helaas zijn er heel veel mensen op de wereld die aan honger lijden. En dat zijn er dus meer dan 25 keer de bevolking van Nederland. En Nederland heeft een bevolking van meer dan 17 miljoen mensen. Dus dat zijn echt heel veel mensen. De volgende vraag. Denk jij dat je iets kunt doen aan het hongerprobleem in de wereld? Ja, heel goed. Vooral groene kaartjes. Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd voor degenen die een groen kaartje op hebben gestoken, hoe jullie dan denken het hongerprobleem te kunnen oplossen of helpen. Wie zou wat willen vertellen? Hier aan de voorkant. Door ze te leren hoe je planten moet zaaien en die dingen. Dus, want als je eten stuurt, dan lost dat niks op, want dan is het binnen de kortste keren weer op. En dan hebben ze alsnog geen eten. Nee, dus eigenlijk moet je het groeien. Ja. Planten en bomen. Oké, dat is een heel goed antwoord. Is er nog iemand die een ander idee heeft? Ik zag hier al lang een handje. Wil jij iets zeggen? Ja. Wat? Nee. Ik zou mensen proberen te helpen met een baan vinden, dat soort dingen. Want hongerproblemen zijn eigenlijk geldproblemen. Oké. Okay. Ook een goed antwoord. Nou, wat we precies allemaal kunnen doen, dat gaan we straks horen in het college van Hein. En we gaan nu door naar de volgende vraag. Hoeveel voedsel gooien we per jaar in Europa weg, per persoon? Is dat 77 kilo per persoon of 127? Heel veel groene kaartjes. Ja, dat klopt. We gooien per jaar 127 kilo per persoon weg. En dat is echt onwijs veel. En dit is natuurlijk, we willen eigenlijk zo min mogelijk voedsel verspillen. Er zijn verschillende manieren waarop we dat kunnen doen. Maar op dit moment is het kilo aan voedsel wat we weggooien nog veel te hoog. En dan de volgende vraag waar het college over gaat. Minder honger door wiskunde. Kan dat volgens jullie? Beetje groen en een beetje rood. Ja, ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd of dit wel of niet kan.
Dus we gaan, we gaan snel naar professor Heijn-Fleuren. Die gaat vertellen of dit inderdaad klopt. En voordat we beginnen met het college, wil ik jullie nog eventjes vragen om alle vragen die jullie hebben tijdens het college goed onthouden en te bewaren voor het vragenrondje aan het einde. En dan wil ik nu graag een groot applaus voor professor Heijn-Fleuren. En dan gaan we beginnen. Ja, we hebben zo, goedemorgen, meisjes, jongens, ouders die meegekomen zijn, leerkrachten. Jullie zijn zo ontzettend goed. Ik heb even naar jullie antwoorden zitten kijken, maar het is echt ongelooflijk. Ik weet niet of ik nog heel veel moet vertellen. Maar ik zag bij de laatste vraag dat jullie een beetje twijfelen of wiskunde nou kan helpen om honger in de wereld op te lossen. En honger is best een groot probleem. En ja, je zou denken, gaan we dan taartjes maken met wiskunde erop, wiskundesymbolen, en daar gaan we die dan rondbrengen, zodat mensen minder honger hebben. Hoe zit dat eigenlijk? He, en in de wiskunde werken we heel vaak met x'jes, y'tjes en z'tjes. Nou, x'tjes kun je niet eten, maar y'tjes wel. En z'tjes weer niet. Dus dat is best wel lastig. Maar wat ik ga doen met jullie is het volgende. Ik ga eerst jullie iets vertellen over honger. En dan daarna vertel ik over wiskunde. En dan laat ik jullie zien hoe wij hier op Tilburg University, hoe wij wiskunde inzetten om de honger in de wereld een klein beetje te verminderen. Dus het kan. Ik ga eerst iets over mezelf vertellen. Dit ben ik, zonder zo'n toog aan. En dit zijn mijn vrouw en kinderen. Maar er is iets bijzonders als je naar mijn kinderen kijkt. Er is één kindje bij en dat is een adoptiekindje. En dat kindje, toen het bij ons kwam, toen was die 2, die was heel erg ondervoed. Dat was een kindje dat kwam uit Haiti. En we hebben dus heel veel voor hem moeten doen, zodat hij weer gezond was. En nou zie je, het is een gezonde, stevige jongen. Maar het heeft mij wel geholpen om na te gaan denken, maar het kan toch niet zo zijn dat kinderen in deze wereld, eigenlijk voor alle mensen, maar dat we honger hebben in deze wereld, maar speciaal voor kinderen. En even kijken. Ik heb nog iets anders met eten. Ik heb achter in mijn tuin heb ik een hele grote kast staan. En daar verbouw ik allerlei groenten en fruit. Maar ook hele speciale soorten fruit. Dus ik heb Braziliaanse guaves. En ik heb Sharon fruit. Maar ik heb ook paprika's en tomaten. En ik vind het leuk om te kijken van wat we in ons klimaat allemaal kunnen verbouwen. Goed. Ik ga jullie meenemen in de wereld van honger. En dit is een filmpje. En dat filmpje dat hebben we gebruikt omdat wij een belangrijke prijs voor dit werk hebben gekregen. En daar is dit filmpje. Het filmpje is ondertiteld. Maar het laat heel mooi zien
zeg maar. Het neemt je mee eigenlijk naar Afrika, het neemt je mee naar Zuid-Amerika, want op al die plaatsen komt honger voor. In 2019, nearly 690 million people regularly went to bed hungry. One in 11 people did not have access to enough food. 2 billion people cannot afford a nutritious diet. Today, because of COVID, these figures are even higher. Conflict, climate change, and COVID-19 have created the greatest humanitarian challenge since the Second World War. A record 235 million people will need humanitarian assistance and protection in 2021, a near 40% increase on 2020, which is almost entirely due to the compounding effects of COVID-19. Nou, daaraan zie je al hoeveel mensen op deze wereld honger hebben. En jullie hadden straks de vraag bij de quiz. En dan moesten jullie beantwoorden of het meer dan 25 keer Nederland was. Nou, wat zie je in het filmpje? 690 miljoen mensen gaan vanavond met honger naar bed. Dat is, ik weet niet of je wel eens door Nederland rijdt. Nederland is best dicht bevolkt. En dan 46 keer het aantal mensen wat in Nederland woont, gaat met honger naar bed vanavond. En dag in dag uit. Het is niet één dag. Het is elke dag weer opnieuw. En dan zijn er ook nog eens, daarnaast, nog 2 miljard mensen. En die kunnen geen gezonde maaltijd kopen. Daar hebben ze gewoon het geld niet voor. Of de producten zijn niet beschikbaar. Dus ja, voor ons is het eigenlijk helder, we moeten hier iets aan gaan doen. En ik heb ook speciaal voor jullie eens gekeken naar hoe zit het nou met honger bij kinderen. En dat is eigenlijk best wel heel erg en dat vind ik misschien nog wel het ergste van allemaal. En daar moet ik je even iets over uitleggen. Zoals de meeste van ons opgroeien, word je een normaal kind. Heb je normale lengte, heb je normale gewicht. Maar als je, zeg maar, te weinig voeding krijgt, dan krijg je het tweede kindje te zien. Dat noemen ze in het Engels wasting. En die kindjes die hebben wel de goede lengte, gemiddeld genomen, maar ze hebben niet het goede gewicht. Dus de kinderen zijn eigenlijk veel te dun. Maar er zijn op de hele wereld bijna 150 miljoen van deze kinderen. Dus dat is 22% van alle kinderen. Bijna 1 op de 4 kinderen heeft gewoon te weinig eten en is daardoor te dun. En dan de volgende, en dat is eigenlijk de ergste. Die kinderen hebben zo weinig voeding dat ze ook te klein blijven. En dat noemen ze stunting. Dus dan ben je en te dun en te klein. En stunting, dat is echt heel belangrijk dat we daar iets aan doen. Want als je zo opgroeit als kind, dan ook al krijg je later in je leven goed voedsel, dan herstel je niet meer helemaal. Je lichaam krijgt een enorme klap en vooral je hersenen krijgen een enorme klap. En dat willen we eigenlijk voorkomen. Nou, en dan zijn er natuurlijk ook nog kinderen die te dik zijn, zeg maar, voor hun lengte. En als je dat bij elkaar optelt, dan zie je dat er toch best wel heel veel met voeding en eten en honger in deze wereld mis is. Een ondervoeding. Want bij elkaar opgeteld is dat 35%. Dat betekent 1 op de 3 kinderen gaat iets niet goed met eten. Er is nog iets belangrijks wat ik jullie wil uitleggen. Er is een verschil tussen honger en goede voeding. Als je elke ochtend, elke middag en elke avond dit voor je neus zou krijgen, dan heb je geen honger. Maar is het een goede maaltijd? Nee. Nee, hè? Kijk, want wat als je een goede maaltijd neemt, bijvoorbeeld van zoals je die bij ons kunt krijgen, daar zitten heel veel wat we noemen macro voedingsdelen in. Dus dat zijn de eiwitten, dat zijn koolhydraten, dat zijn, als het goed is, gezonde vetten. Want die hebben we allemaal nodig voor een goede bodyopbouw. Maar er zitten ook
microdeeltjes in. Het is de vitamine, de mineralen. Daar hoor je misschien je ouders wel eens over. Je moet goed je vitamintjes eten. En dat is... En het kan dus best zijn dat jij geen honger hebt, maar wel ondervoed bent. Dat je bijvoorbeeld een vitamine A of misschien een zink tekort hebt. Of dat je een eiwit tekort hebt. Dus dat zijn allemaal dingen die moet je goed in de gaten houden op het moment dat je denkt over voeding, dat je denkt over honger. Dus onthoud het verschil tussen honger en ondervoeding. Dan vragen jullie je misschien af, hoe kan het nou dat er zoveel mensen zijn die honger hebben? Nou, ik hoorde straks al, was een hele goeie, van ja, we kunnen wel voedsel blijven brengen, maar dat is op een gegeven moment op. We moeten maar snel voedsel verbouwen. Maar ik hoop dat jullie je realiseren dat hele grote delen van de wereld er zo uitzien. Heel droog, heel kaal, hè, en... Daar kunnen we wel voedsel gaan verbouwen, maar dan heb je echt wel de technologie nodig. Hè, bijvoorbeeld waterirrigatiesystemen, zoals wij die in het Westen hebben. Maar mensen daar kunnen dat helemaal niet betalen. Hè, die hebben misschien een klein schepje, maar ze hebben nauwelijks water. Dus het is heel moeilijk om hier iets te verbouwen. Terwijl het qua zon daar perfect is. Hè. En als we daar wat water zouden kunnen krijgen, zouden we daar heel goed kunnen verbouwen. En klimaatverandering, en daarom is klimaatverandering ook zo'n ontzettend belangrijk thema rondom honger. Klimaatverandering maakt over het algemeen dit veel en veel erger. Dus we zullen meer droogte gaan zien en in sommige gebieden wordt het gewoon te nat zelfs om plantjes te verbouwen, om voedsel te verbouwen. Een tweede oorzaak is, daar hebben we het al heel kort over gehad, er is heel veel armoede in de wereld. Er zijn heel veel mensen... Ja, soms is er wel voedsel in de buurt, maar ze kunnen het gewoon niet kopen. Want de mensen hebben het geld niet. En dat, er werd net ook al gezegd, we moeten ook iets aan de armoede doen. Dat is helemaal terecht. Op het moment dat mensen wat rijker zijn, dat ze iets meer geld hebben, een van de eerste dingen die ze gaan doen, is bekend uit onderzoek, is dat ze goed voedsel gaan kopen. Dat ze gezond worden, dan krijgen ze ook weer meer energie. En dan kunnen ze vaak weer wat meer. En dan krijgen ze wat meer energie en dan wat meer initiatief. En helaas een derde oorzaak van honger is dat er nog steeds heel veel oorlog en conflicten zijn. En het is zelfs nog veel gemener, want in sommige oorlogen worden bepaalde wegen afgesloten, zodat bepaalde delen van de bevolking geen eten kunnen krijgen. Dat moeten we echt, denk ik, ook met z'n allen, ook op een politiek niveau, proberen aan te pakken. Maar als jullie nou denken, het is alleen maar ellende wat die professor vertelt. Nou, dat is niet waar. Als je op dit moment kijkt naar de landbouwgronden die we op de wereld hebben, dan kunnen we voldoende voedsel hebben voor iedereen. We hebben wel, het ligt op de verkeerde plaatsen, we moeten het misschien op een andere manier verkopen en verhandelen over de wereld. Maar op dit moment is er nog voldoende voedsel. Maar ik zeg met nadruk op dit moment, want door klimaatverandering en door oorlogen kunnen dingen, dat hebben we met de Oekraïne gezien, kunnen dingen heel snel veranderen. Maar het kan. Tot zover over honger. Nou gaan we naar de wiskunde. Wat is wiskunde? Wiskunde is eigenlijk de wetenschap waarbij we van alles doen met getallen, met formules, met grafieken, met lijnen. Je ziet hier een hele hoop dingen, cilinders, kubussen, je ziet formules. Dat is het hele vakgebied van de wiskunde. Maar eentje daarvan kennen jullie al. Daar zijn jullie zelf mee bezig. Jullie kunnen heel goed rekenen. En rekenen is heel vaak de basis voor wiskunde. Nou, dan heb je een tweede tak. Ik noem ze niet allemaal hoor, maar een aantal. Dus je hebt ook meetkunde. Dan ga je met grafieken, lijnen, je kunt dat driedimensionaal doen. Met kubussen, cilinders. Dat is de meetkunde. En de meetkunde, hier zie je een voorbeeldje. Dit is de gulden snede uit de meetkunde.
Maar als je heel goed kijkt naar die donkere lijn die daar doorheen loopt, dan zie je misschien de vorm van je oor. He, dus je oor is eigenlijk op een hele wiskundige manier gevormd. Dan hebben we de algebra. Dat zijn, je ziet hier de mini-Einstein. Misschien is er onder jullie wel één mini-Einstein. En de algebra, dan werk je heel veel met formules. Met lettertjes, dat ziet er heel ingewikkeld uit. Maar je moet het leren lezen. Het is net als een taal, net zoals dat je Engels gaat leren, of dat je Duits of Frans of Spaans gaat leren. Wiskunde is ook een soort taal, zeg maar. Die moet je leren, maar dat gaan jullie straks in je latere leven allemaal leren. En een laatste is de statistiek. En in de statistiek werk je heel veel met getallen. Je vergelijkt dat, je berekent gemiddeldes en je kijkt naar de uitschieters in de getalletjes. Dat doe je met statistiek. Nou, dan zou je denken van, komt wiskunde, gebruiken we dat nou eigenlijk veel in de praktijk? Ja, we gebruiken heel veel wiskunde. De collega's van mij die hebben uitgerekend, als wiskunde niet meer zou staan, dan zou de maatschappij binnen 2 dagen helemaal stilstaan. Maar ik begin met een voorbeeldje wat jullie zal aanspreken. Games. Ja, er zit ongelooflijk veel wiskunde in games. Want wat als die wiskunde er niet in zit, dan is die game, vinden jullie die game super saai. Nee, dan is die niet speelbaar. Dan is die bijna niet speelbaar, ja. Dus je moet met wiskunde worden hele slimme dingen bedacht in zo'n game, om die game voor jullie heel erg leuk te maken. Verder, jullie zagen op mijn intro-slide transport. Dus als je denkt aan het spoorboekje, als je denkt aan de busroosters, als je denkt aan goederenvervoer, de pakketjes die bij jullie thuis worden gebracht als je iets bestelt, daar zit ongelooflijk veel wiskunde achter. Grote gebouwen. Je hoort gelukkig zelden of nooit dat een gebouw instort. Dat komt omdat er heel veel met wiskunde wordt gerekend om dat gebouw heel stevig, heel goed te maken. Ook al waait het hard. Ook al ligt er een dik pak sneeuw op. Administratie wordt het heel veel gebruikt bij accountants. En natuurlijk een hele bekende is de navigatiesysteem in je auto. Daar zit onvoorstelbaar veel wiskunde in. Dat zijn hele gedetailleerde netwerken van alle wegen in Europa. En jij hoeft maar in te tikken, ik wil van hier naar Zuid-Frankrijk voor mijn vakantie. En binnen een paar seconden heb je de hele route. Die wiskunde heeft miljoenen routes bekeken in die tussentijd. In die paar seconden. Allemaal wiskunde. Maar, jullie zullen zeggen, dat is allemaal leuk. Maar wat ga je daar nou mee doen in het veld van de honger? Hoe doen jullie nou op Tilburg University, hoe werken wij nou met wiskunde voor honger? Nou, ik ga het eerst heel algemeen uitleggen en dan geef ik jullie wat voorbeelden. Wat we op de eerste plaats doen, is we verzamelen vaak heel veel gegevens. Dat noemen we de data. En dan maken we zo'n wiskundig model. Ik heb net gezegd, dat is een soort taaltje. Je hoeft daar niet bang voor te zijn. Als je wiskunde gaat doen, dan word je dat gewoon geleerd. Dat is ook helemaal niet zo moeilijk wat hier staat. Het lijkt heel ingewikkeld. En dan hebben we, computerkracht. Die hebben we ook nodig. Want anders kunnen we met die wiskunde niet rekenen. En dan, als het goed is, zoals wij dat doen, leidt dat tot hulp. En die hulp gebruiken wij bij de Verenigde Naties en bij de voedselbanken bijvoorbeeld en bij andere hulporganisaties. Nou, hoe werkt dat? Ik ga jullie een voorbeeldje geven. Dit is het Wereldvoedselprogramma. En het Wereldvoedselprogramma is onderdeel van de Verenigde Naties. En het is de grootste hulporganisatie ter wereld. Zij brengen onvoorstelbaar veel voedsel naar mensen. Bijna 100 miljoen mensen, de 100 miljoen allerarmste mensen, daar brengen zij voedsel naartoe. En dat kopen ze in. En dat zie je, dat voedsel wordt uiteindelijk bijvoorbeeld met helikopters gebracht naar afgelegen dorpjes, of in hele grote konvooien met vrachtwagens. En uiteindelijk wordt dat voedsel uitgedeeld en kunnen mensen in ieder geval overleven voor een korte tijd. Nou, hoe gaat dat? Wat doen wij nou met die wiskunde? Dit is een kaart en die wordt gemaakt door de Verenigde Naties elk jaar weer. En die geeft de situatie van honger in de wereld weer. Dus je ziet hier, dus hoe donkerder de kleur is, hoe erger het is. Dus die hele donkere, bijvoorbeeld in het midden van Afrika, in Congo, daar hebben meer
dan 1 op de 3, bijna 1 op de 2 mensen hebben honger. Dus daar is honger echt een enorm probleem. Maar ook in de rode gebieden, in Tjaad en in Afghanistan, maar ook in Venezuela, is heel erg veel honger. En in de blauwe gebieden, daar is over het algemeen genoeg te eten. En wat wij nou doen is, wij pakken deze kaart en dan beginnen we met wiskunde. Dan gaan we eerst plaatjes zetten, bolletjes zetten waar het voedsel heen moet. Ik heb even als voorbeeld, er moet het misschien nog naar veel meer plaatsen, maar dit is even een voorbeeldje. Hier moet het voedsel naartoe. En dan gaan we bedenken, waar kunnen we het voedsel vandaan halen? Nou, dat kan bijvoorbeeld uit Brazilië zijn, dat kan uit Canada zijn of uit Europa. Daar kunnen we dat voedsel. Nou, dan moeten we dat voedsel, dat moeten we met vrachtauto's en boten, moeten we dat ergens zien te krijgen. Maar daar zijn ontzettend veel mogelijkheden voor. Want je kunt met treinen, met boten, je kunt verschillende routes. Maar je kunt bijvoorbeeld boontjes of graan, kun je zowel in Australië inkopen als in Brazilië. Ja, wat moeten we nou doen? En daar gebruiken wij dus die wiskunde voor. Want die wiskunde die gaat voor ons uitrekenen in dit hele plaatje wat het beste is. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden en die wiskunde die gaat als een razende roeland daardoorheen. En die komt dan bijvoorbeeld met dit. Dan zie je al veel minder pijlen en dan zie je precies hoe het voedsel over de wereld gebracht kan worden. En dan houden we ook rekening bijvoorbeeld met dat een haven in Afrika is niet als onze haven in Rotterdam. Dat zijn kleine havens, daar wordt alles handmatig gedaan. En op die manier maken wij een compleet transportplanningsschema voor over de hele wereld van voedsel. Maar we hebben nog iets anders ontdekt tijdens ons project. En dat kwam eigenlijk tijdens het project op. Hebben mensen nou linzen nodig of boontjes? Nee, was eigenlijk ons antwoord. Mensen hebben dus die vitamintjes nodig en de mineralen en de eiwitten. En wat wij toen ontdekten is, bijvoorbeeld hier naar Tjaad werden zogenaamde rode linzen, dat zijn die dat voedsel wat je bovenin ziet, dat zijn droge linzen, die kun je heel lang goed houden. En die zijn ook heel, heel eiwitrijk. Die werden van Canada helemaal eerst met de truck en dan met een hele grote boot naar Egypte gestuurd. En dan uiteindelijk weer met een vrachtwagen naar Tjaad. Nou, dat was best duur als je heel veel tonnen van die linzen moet vervoeren. Wat wij hebben gedaan is gekeken van, als je nou naar Turkije kijkt, daar hebben ze, dat noemen ze Turkse paardenbonen. Dat zijn een soort kleine tuinboontjes. En die hebben bijna dezelfde voedingswaarde als die rode linzen uit Canada. Dus als wij, zeg maar, voedsel gaan brengen en we gaan in plaats van die linzen, Turkse paardenbonen brengen, dan zie je dat we heel wat korter hoeven te rijden. Nou, dat hebben we meegenomen en natuurlijk gaan we rekening houden met als mensen nog nooit rijst hebben gezien, dan gaan we geen rijst brengen. Als mensen nooit linzen hebben gezien, dan gaan we geen linzen brengen. Dus dat soort aspecten houden we allemaal rekening mee. En dit is Amir. Amir is de logistieke baas van het hele wereldvoedselprogramma. En hij heeft ons verteld dat op grond van het werk wat wij met die wiskunde en die modellen hebben gedaan, dat ze nu met exact hetzelfde geld als wat ze vorig jaar hadden, dat ze 2 miljoen mensen extra kunnen voeden op de wereld. Omdat we gewoon dus slimmer transporteren. En soms vervangen we producten de ene door de ander, terwijl het voor de voeding, voor de mensen, goed genoeg is. En daar kun je prima op overleven, daar kun je ook prima gezond van worden. Nou, dit heeft eigenlijk geleid tot heel veel onderzoekers hier op de universiteit, die vonden dat leuk en die zeggen van, goh Hein, moeten we daar eigenlijk niet wat meer mee doen? En dat heeft geleid tot oprichting van wat we hier noemen het Zero Hunger Lab. Dus we hebben een soort laboratorium waarin we gaan onderzoek doen om honger te verminderen. En het doel is natuurlijk zero hunger, dus geen honger. Dat zullen wij als Tilburg University echt niet bereiken. Maar we kunnen wel een klein stukje helpen. En dat is wat we willen. En daarvan wil ik jullie, ik heb jullie 1 voorbeeldje van het Wereldvoedselprogramma gegeven. Ik ga er nog 2 geven.
Ik vertelde jullie over die kinderen die ondervoed zijn. Hè, in heel veel landen. Vooral in Afrika, maar ook wel in Zuid-Amerika en Azië. En die kinderen, om ondervoeding te bepalen, moeten die moeders, vaak de moeders, niet de vaders, hè, die gaan met die kinderen naar een medische post. In het dorp of 1 of 2 dorpen verderop. En dan moeten die kinderen gewogen worden. En dan moeten ze gemeten worden. Hè, en dan wordt het net als hier in Nederland, in het groene boekje, wordt dan bijgeschreven van hoe het met de ontwikkeling van die kinderen gaat. En dan kun je dus ondervoeding ontdekken. Maar je snapt dat in landen waar heel veel honger is, dat dit ontzettend veel werk is. Als je elk jaar alle kinderen 1 of 2 keer of 3 keer moet onderzoeken op het feit of ze ondervoed zijn of niet. Dus we hebben een idee, zijn wij mee bezig, en dat is een idee van een Duitse hulporganisatie, Welthungerhilfe, die doen ook veel aan hongerbestrijding. En die hadden het idee om een filmpje van een kind te maken. Nou, wij vonden dat een interessant idee, maar wij willen het nog makkelijker maken. Want in Afrika en Zuid-Amerika hebben best veel mensen een telefoon. He, ook al hebben ze honger, ze hebben toch een telefoon. En wat wij bedachten is, als nou de moeder of de vader van het gezin gewoon een foto maakt van het kind, en dat we met kunstmatige intelligentie kunnen bepalen of dat kind ondervoed is of niet. Nou, dan krijg je een heel ingewikkelde wiskundige iets waar, zeg maar, in lagen waar een computer mee kan rekenen. Hè, dat is kunstmatige intelligentie. Maar het belangrijkste is dat je aan de ene kant, voor jullie de linkerkant onderin, daar stop je een foto in. En aan de andere kant komt het advies eruit. En dan hoop je natuurlijk dat het advies is niet ondervoed. En als het niet ondervoed is, hoef je niks te doen. Kan de moeder gewoon en de vader gewoon thuis blijven met de kinderen. Dan hoeven de dokters niet te meten en de verpleegsters. En is het wel ondervoed, dan moet je natuurlijk wel naar de dokter. Maar dan houdt de dokter en de verpleegsters, die houden heel veel tijd over voor andere ziektes. Dus dat is ook iets wat wij voor kinderen doen. En wat we ook doen is, soms is het niet zo'n goed idee om voedsel te brengen. Maar omdat er bijvoorbeeld best wel veel voedsel aanwezig is in de buurt. Hè, dat lokaal de boeren, zeg maar, eigenlijk voldoende voedsel kunnen produceren. En nou hebben jullie je kaartjes weer nodig. Want wij kunnen, wat we overwegen is dan, of wat we doen is, sommige hulporganisaties geven dan geld. En dan is de vraag, draagt dat geven van dat geld nou bij aan de voedselzekerheid? Dus dat wil zeggen, denken jullie dat mensen dat geld gaan besteden aan voedsel? Of gaan ze kleding van kopen, of misschien een nieuwe mobiel, of misschien zelfs een kleine televisie? Als je denkt dat ze voedsel kopen, steek je het groene kaartje omhoog. Als je denkt dat ze iets anders mee gaan doen, steek je je rode kaartje omhoog. Ja, zo. De meerderheid, ja, dank jullie wel. Dank jullie wel. De meerderheid is groen. Ik zie een kleine meerderheid in groen. Wij dachten ook, wij waren ook heel benieuwd. Hè, dus eigenlijk dachten wij een beetje hetzelfde als jullie. Een beetje groen-rood. Hè. Het kan zijn dat ze het besteden aan andere dingen. Het kan zijn dat ze het besteden aan voedsel. Maar het blijkt, en dat is heel goed nieuws, het blijkt dat bijna iedereen het aan voedsel besteedt. He, dus dat ziet er heel goed uit. En nou de volgende vraag. Kan ik dat geld, als ik nou geld geef aan een gezin of aan een huishouden, kan ik dat het beste geven aan de man in het huishouden of aan de vrouw in het huishouden? En nou doen we even, groen is de vrouw en rood is de man. Ja, dank jullie wel. Dank jullie wel. Ook dit is precies wat wij dachten. Wij dachten als onderzoekers, je kunt het denk ik iets beter aan de vrouw geven. Maar wat blijkt, we hebben in Burundi en Nigeria gekeken, we hebben in Sudan gekeken. En het blijkt, het maakt niet uit. We kunnen het zowel aan de man geven als aan de vrouw. Het maakt uiteindelijk, voor het voeding maakt het niet uit. He, dus dat is goed nieuws voor de mannen.
Hé, hey, en nou komen we bij... We zijn al bijna bij het eind. Maar ik wil jullie er nog meer bij gaan betrekken. Denken jullie dat jullie zelf iets kunnen doen? Jullie hadden me al beantwoord. Ja, heel goed. Jazeker. Jazeker kunnen jullie iets doen. En ik heb twee dingen uitgekozen. De eerste is, en het klinkt misschien heel flauw voor jullie als kind, want dat hoor je vader en je moeder, hoor je heel vaak zeggen, van eet je bordje leeg. Maar jullie hebben straks in de quiz, hebben jullie de vraag gehad van de voedselverspilling. En de voedselverspilling in Europa is 127 kilo per persoon per jaar. Dat is niet alleen in jullie koelkast, hè, dat is natuurlijk ook in de fabriek. Dat is ook in het transport van het voedsel naar de winkel toe. Dat is ook in het transport van de winkel naar thuis. Daar gaan ook dingen mis. He, daar gaat ook voedsel verloren. Maar ik heb zelf eens uitgerekend voor jullie. Stel je voor dat we al dat voedsel zouden kunnen verzamelen. Dat we het goed zouden kunnen houden en we zouden het naar Afrika kunnen brengen. Dan zouden we in Afrika 150 miljoen mensen kunnen voeden. Dus dat zou echt heel, heel belangrijk stuk zijn. Nou kunnen we dat natuurlijk niet. Hè, want we kunnen dat niet verzamelen en goed houden en naar Afrika brengen. Dat wordt een enorme operatie. Maar wat we wel kunnen doen is, als je goed je bordje leeg eet, en of we koken net iets minder, dan kopen we dus iets minder voedsel. En dan gaan de voedselprijzen, dat lijkt voor misschien als gezin niet zo, maar als we dat op hele grote schaal doen, dan gaan de voedselprijzen die gaan dalen. En dat betekent dat mensen in Afrika of Zuid-Amerika plotseling wel wat beter eten kunnen kopen. Hè, dus heel belangrijk zeg maar, om je bord goed leeg te eten. Dan een volgende wat je zou kunnen doen, maar dat is een beetje een gevoelige. Een van de belangrijke dingen die wij als onderzoekers zien, en wij vinden dat we dat moeten vertellen, is dat we minder vlees zouden moeten eten. Zeker hier in het Westen. Als iedereen op deze wereld vegetarisch zou eten, dan zouden we ongeveer 10 miljard mensen kunnen voeden. Dus dat zijn zelfs meer mensen dan er nu op de wereld zijn. Hè, dus we hebben nu zeg maar even 7 à 8 miljard mensen. We zouden er 10 miljard kunnen voeden. Als iedereen in deze wereld zou gaan eten zoals een Amerikaan eet. Hè, zoals jullie weten, een Amerikaan eet heel veel vlees. Als iedereen in de wereld zou gaan eten zoals een Amerikaan, dan kunnen we maar 2,5 miljard mensen voeden. Dus dan betekent dat er 5,5 miljard mensen geen eten zouden hebben. Dus het is wel goed om je dat te realiseren. En je ziet dat ook, want onze landbouwgronden in Europa, dus 80% van de landbouwgronden, dus 4 van de 5 stukjes landbouwgrond, die worden gebruikt voor veevoer. Niet om ons te voeden als mens. Nee, die worden gebruikt voor veevoer. En natuurlijk uiteindelijk dat varken of het rund, dat eten we, een stukje rundvlees, dat eten we wel op. Maar je moet goed bedenken dat zeg maar voor 1 kilo varkensvlees heb je 10 kilo graan nodig en 6000 liter water. 6000 liter water, nou dat is een heerlijk zwembadje achter in je tuin. En dat is voor 1 kilogram vlees. Wij denken als onderzoekers dat we echt moeten gaan kijken naar het vlees. En wat wij ook verwachten is dat naarmate we de wereld meer moeten voeden, dat vlees steeds duurder en duurder en duurder zal worden. Hè? En als je daar zelf al wel wat aan wil doen, is start eens gewoon met iets minder vlees of 1 keer in de week geen vlees eten. Eet lekker iets anders. Hè? Er zijn heel veel mogelijkheden. We zijn op het eind gekomen, maar ik ben wel trots op jullie. Want wat hebben we ontzettend veel gedaan vandaag. Jullie hebben geleerd dat er ontzettend veel mensen met honger naar bed gaan vanavond. Die 600
90 miljoen mensen. 46 keer Nederland. Maar dat er misschien nog veel meer mensen zijn die zich niet eens een gezonde maaltijd kunnen veroorloven. Met alle vitamintjes en mineralen. Jullie hebben geleerd wat het verschil is tussen honger en ondervoeding. Dus dat je misschien geen honger hoeft te hebben, maar dat je nog steeds wel ondervoed kunt zijn op bepaalde delen van je voeding. We hebben gezien dat er heel veel oorzaken van honger zijn. Dus die droge landschappen, klimaatverandering, oorlog en armoede. En jullie hebben gezien wat wij als Tilburg University met het Zero Hunger Lab, wat wij doen om zeg maar honger in de wereld een klein beetje te verminderen. We weten dat het weinig is, maar we doen toch ons best. En het heeft, denken wij zelf, best mooie resultaten. En we hebben geleerd wat je zelf kunt doen. Dus goed je bord leeg eten en proberen als het kan, je moet het maar eens met je ouders over hebben, proberen iets minder vlees te eten. Omdat dat uiteindelijk ons allemaal gaat helpen. Hey, ik dank jullie wel voor jullie aandacht en ik ben heel benieuwd naar jullie vragen. Ja, heel erg bedankt, Hein, voor dit mooie, leerzame college. We gaan door naar het vragenrondje. En dan beginnen we even aan deze kant. Wie heeft er een vraag? Als je minder vlees eet, dan krijg je ook minder ijzer binnen. En dan word je toch ondervoed. Dus hoe wilt u dat dan voorkomen? Ja, dat is een hele goede vraag. Er zijn ook voedingsdeskundigen die kijken daarnaar hoe je op alternatieve manieren ijzer kunt krijgen. Want ijzer is inderdaad een van de belangrijke. Heel vaak bij minder vlees eten worden de eiwitten genoemd. Maar de eiwitten zijn inderdaad niet zo belangrijk. Want die kun je wel vervangen door plantaardig. IJzer is wat moeilijker, maar daar zijn alternatieven voor. Maar dat zijn voedingsdeskundigen aan het uitleggen. En ik ben geen voedingsdeskundige, ik ben een wiskundige. Maar daar zijn alternatieven voor. En het kan wel, maar het is een hele goede vraag. Want je moet heel goed kijken, want in vlees en vis, daar zitten natuurlijk belangrijke nutriënten in. De belangrijkste voedingsdelen, ja. Bedankt voor uw antwoord. Ja. Wat zijn conflicten? Conflicten is als mensen ruzie hebben. En wat je ziet is dat heel vaak landen, kijk maar nu naar Rusland en Oekraïne. Maar in Afrika zijn ook heel veel landen die een soort ruzie. Dan is het nog geen oorlog vaak. Er wordt er niet heel erg op elkaar geschoten. Maar ze doen elkaar wel heel erg lelijk tegen elkaar. En dan blokkeren ze bijvoorbeeld voedseltransporten. En dan zijn ze elkaar op die manier een beetje aan het pesten. En dat is een conflict. Hi. Ik heb een vraag. Is het prima als ik dit in het Engels stel? Want ik vind het moeilijk om het Nederlands te stellen. Ja, dat is goed. Het is meer een mening en een vraag eigenlijk. Is dat prima? Ja. Dus, so you're saying that if we all become vegetarian, that means we have to eat vegetables and maybe fruits, so other kinds of vegetarian things. But here's the thing. For everyone that eats, for example, potatoes, carrots, maybe avocados, all the farmers have to kill every single animal or maybe insect that comes in the way of the growth of the vegetables or the fruits. Here's the thing again. Yeah. The more we kill insects or animals, the less food we have, but also less production for honey or maybe other things that keeps the crops alive. So
why do you only have to or choose to only eat vegetarian if that's actually also a very big problem that causes for more hunger? Yeah. Can I answer in Dutch? Doe maar. Ja? Ja. Zo, kijk, de vraag is van, ja, moeten we dan al die, bijvoorbeeld als we nou allemaal vegetarisch gaan eten, moeten we dan al die beesten die er nu zijn, moeten we die dan allemaal doodmaken? Ja, in feite wel, maar dat gebeurt al, want we slachten ze nu constant. Hè, we laten ze een tijdje groeien en dan brengen we ze naar het slachthuis. Dus ze gaan toch al dood. Maar je hoeft ze niet per se dood te maken omdat we vegetarisch. Kijk, je kunt dat heel langzaam kun je dat laten uitveden. Hè? En er zijn, wat je noemde, dat is een hele goeie. Er zijn ook onderzoekers die zeggen, we moeten bijvoorbeeld in plaats van vlees, we zouden ook veel meer insecten kunnen gaan eten. Insecten zijn ook een hele rijke bron van proteïne bijvoorbeeld. Dus je zou dat op een gegeven moment wat meer kunnen mengen. Ik zeg ook niet dat je morgen daarmee moet stoppen, maar je kunt het wel langzaam afbouwen. Ik heb een vraagje over waarom krijgen we deze papiertjes, terwijl dat allemaal bomen zijn en dat we planten moeten doen. Kunnen we dat veranderen? Dat moet ik aan. Ja, hele goeie. Is er iemand van de organisatie die daar? Nou, gelukkig hergebruiken we deze papiertjes altijd. Dus aan jullie ook de vraag, als je dadelijk de zaal uitloopt, om de papiertjes gewoon weer in te leveren, zodat we ze kunnen recyclen. Ja. Wie heeft er in dit vak een vraag? Ik zie best wel wat handen. Zal ik even naar die kant lopen? Zorgen dat de prijzen in de supermarkt lager worden doordat je minder voedsel koopt? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is wat economen vaak bestuderen. Hè? Als heel veel mensen hetzelfde willen hebben, dan gaat de prijs omhoog. Want dan wil iedereen die wil het hebben en de een die wil nog net iets meer betalen dan de ander. En dan gaan de prijzen omhoog. En zo is het ook omgekeerd. Als minder mensen het willen hebben, ja, dan wordt het vaak goedkoper. En dat is een soort economische wet en die zit hierachter. Ja? Oké. Er werd iets gezegd over stoppen met vlees eten en over klimaatverandering. Maar als we stoppen met vlees eten, dan zullen we weer bijvoorbeeld avocados uit Zuid-Amerika moeten gaan halen. En die boot, ja, die stoot ook weer uit. En dat is dan slecht voor het klimaat, terwijl de klimaatverandering moest stoppen, omdat ze dan in Afrika niks konden verbouwen. Dus zo is de cirkel. Ja, heel goed punt. Heel goed punt. Dat is ook waar wij heel veel naar kijken. Want als je het ene vervuilende gaat vervangen door het andere vervuilende. En jouw voorbeeld is heel erg mooi, want avocado's die moeten van heel erg ver komen. Maar avocado's die kosten ook ontzettend veel water om ze te produceren. Dan schieten we er uiteindelijk niks mee op. Daar heb je helemaal gelijk in. He, dus wat wij ook denken als onderzoekers, en daar zijn we ook aan het rekenen, van moeten we niet veel meer, zeg maar, bijvoorbeeld als Europa voor elkaar zorgen? Moeten we niet veel meer als Zuid-Amerika voor elkaar zorgen? En moeten we niet veel meer als Noord-Amerika voor je eigen voedsel zorgen? Ja, en dat je dan minder de exotische dingen als kiwis, hè, die allemaal uit Nieuw-Zeeland moeten komen,
Wat inderdaad, wat je heel terecht zegt, een hele grote klimaatimpact heeft. Maar daar moeten we goed over nadenken. En je hebt daar helemaal gelijk in. Maar onderzoekers zijn daar op dit moment mee bezig om dat uit te rekenen. Wij ook. Van hoe dat eruit zou moeten zien om te zorgen, om te voorkomen dat wat jij zegt. Ja. Ik leg wat kilometers af. Ja, ik heb stap te tellen, ja. Staat hij aan? Hij staat aan. Ik heb een vraagje. Zou u terug willen gaan naar dat plaatje waar in 2020 laat zien waar alle verschillen van je lichaam was, zeg maar? Oh ja, ja. Ik snap welke je bedoelt. Dat is heel eind terug. Ik ga even. Dan zien jullie het nog een keer allemaal. We komen in de buurt. Ja, deze. Ik ben er. Ja. Daar staat dat er in 2020, want dan was het coronatijd, dat het 6% was van de obesity. Maar in de coronatijd waren ze juist alleen thuis en aten ze juist meer junkfood. En daar staat dan low hate for age. En dat dan 7% is. Maar hoe kan dat dan? Want juist in de corona aten ze juist meer omdat ze thuis waren. Ja, maar dit is een goed punt. Goede vraag. Zeker bij corona hebben voedingswetenschappers gezien dat de obesitas, dus de zwaar gewicht, dat omhoog gaat. En daarom worden dit soort onderzoeken ook jaarlijks herhaald. Straks krijgen we de cijfers van 2000. Het duurt altijd even voordat dat verzameld is. Straks krijgen we de cijfers van 2021, 2022. En je moet goed bedenken dat dit een plaatje is van alle kinderen wereldwijd. En die getallen die zullen zeker beïnvloed zijn door COVID, door corona. En zeker het aantal kinderen in honger. Dat is echt, ook echt bekend dat omhoog is gegaan. Maar we moeten dan zou ik je de hele grafiek moeten laten zien over hoe het gaat en of het nou weer beter gaat of niet. Maar heel goed punt. Dank u wel voor uw antwoord. Bent u zelf ook vegetarisch? Ik had hem verwacht. Ja, ja. Ik ben al 26 jaar vegetariër. Maar ik eet, dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik eet af en toe wel een stukje vis. En dat heeft precies te maken met die vraag over het ijzer. Omdat er in vis zitten ook bepaalde dingen, bepaalde vetzuren en zo, die je gewoon nodig hebt. Die kun je wel als pilletje nemen. Maar dan ben ik heel eerlijk, ik vind af en toe een stukje vis ook wel lekker. Maar dat is dus mijn persoonlijke. En de meeste van mijn kinderen die eten ook vegetarisch. Ja. Ja? Als de mensen gaan stoppen met vlees eten, hè, en als ze gaan stoppen met slachten, hoe gaan de mensen dan een ander werk zoeken als ze al bij het slachthuis werken? Hele goede vraag. Dat is ook een belangrijk iets. Want kijk, als we minder vlees gaan eten, dan gaat de vleesindustrie, die wordt steeds kleiner. En we moeten goed voor die mensen zorgen. Zo vind ik ook dat we heel goed moeten zorgen. Kijk, de boeren die krijgen nu van heel veel de schuld. Maar ik vind gewoon zelf dat we heel goed voor die boeren moeten zorgen. Die boeren die kunnen aan een hele hoop dingen niks doen. Die krijgen dat als. En hetzelfde gaat straks waarschijnlijk voor de vleesindustrie gelden. En dan zullen mensen langzamerhand naar een andere baan gaan. Of mensen gaan met pensioen. Maar ik vind wel dat we, als we dit soort keuzes maken in een samenleving als Nederland, dan moeten we goed voor die mensen zorgen. Dan moeten we zorgen dat ze ook echt een andere baan krijgen. Maar die zijn er gelukkig.
Hè? Zeker op dit moment. Maar je hebt helemaal gelijk. Dus zo'n hele industrie, noemen wij dat dan, die gaat veranderen. Hè? En dat gaat misschien nog niet de eerste jaren, maar in de komende tijd wel. Ja. Heel goed. Goed dat je over nadenkt. Ja, dan gaan we helaas alweer door naar de laatste vraag. Ja, wat doen zeg maar jullie als zeg maar die universiteit? Ja, wat doen jullie hier dan aan, zeg maar? Ja. Nou, wat wij hier aan doen is, en dat heb ik ook met die voorbeeldjes, wij rekenen heel veel aan bijvoorbeeld het voedselsysteem. Wij kijken bijvoorbeeld hoeveel voedsel er bijvoorbeeld in Noord-Amerika wordt en hoeveel voedsel ze in Afrika nodig hebben. En op die manier proberen we dat te bekijken. En we bekijken ook van wat het beste is, wat elk land eigenlijk het beste zou kunnen verbouwen. Hè, zodat je een gezond maal kunt hebben, maar dat je dat min of meer uit eigen land kunt halen. Of misschien uit de buurlanden, dat is allemaal prima. Maar dat we niet helemaal van de andere kant van de wereld voedsel hoeven te halen. Oké, dankjewel. Oké, dat was alweer de laatste vraag. Heel erg bedankt voor jullie aandacht en heel erg bedankt, Hein. We hebben nog iets kleins. Even kijken. Ja, heel erg bedankt. Het was een super leerzame ochtend. Ik hoop dat jullie veel hebben geleerd. Jullie zijn geweldig. En ik hoop echt dat een aantal van jullie ooit zal denken, ik wil eens bij dat Zero Hunger Lab werken. He, want jullie stellen zulke goede vragen. Ik vond het superleuk om te doen. Dank jullie wel. Jullie mogen de kaartjes inleveren buiten en een certificaat ophalen.